Vreda nu. Je weet het meteen. We staan hier bij Manege Overbos en er zouden heel veel paarden verwachten, maar ik zie vooral veel paardenkrachten. Ja, dat klopt, dat klopt. En het is het thema van het jaar is de John Deere. En er zijn er ontiegelijk veel van John Deere zijn hier vandaag en gisteren gekomen. Ja. Wat kunnen mensen hier zien? Wat kunnen ze meemaken? Het thema is dan sowieso John Deere, maar er zijn ook de andere merken die staan aan de andere kant. Alle merken staan er. En we hebben ook nog een klein speelveldje wat de jongens... De mensen met de tractors en met de boomstammen een rondje kunnen rijden. Staan er alleen maar tractoren? Nee, er staan geen tractoren. Er staan ook oldtime auto's, oldtime brommers, oldtime motors, stationair motors. Stationair motors zijn motors die staan op de rij en die kunnen langzaam op en neer gaan. En die doen dan het een en ander aandrijven. Ja. Wat is de trekker? Oldtimer Club Manege Overbos, een mond vol. Wat is dat voor club? Dat is een clubje van allemaal boertjes op leeftijd en ook jeugd. Die op zondag als in de vrije tijd een rondje met de trekker gaan rijden. En dat doen wij met 5 toerritten op een jaar. En dan een snertocht en een gezinstocht en een lichtjestocht. En dan hebben we ook nog zo'n oldtimer dag erbij. Ja. En ik zie hier niet alleen maar trekkers en trekkers staan, maar ook allerlei andere dingen. Ja, klopt. Wij hebben ook brommeltjes en zo en ook van alles. Ja. Maar onze club bestaat eigenlijk echt uit trekkers, zeg maar. Ja. Wat is de liefhebberij daarvan om op zo'n oude trekker te gaan zitten van 1950? Lekker in de polder te gaan rijden. Lekker rond te kijken. Die dingetjes rijden niet hard. Die rijden maar goed tussen de 20 en 25. Daar rijd je al heel hard. En dan is genieten in de polder. Ja. Sta je er niet bij die? Dat is een vaker punt, hè? Breda nu. Je weet het meteen.